Lieve mensen, lieve gasten, lieve vrienden. Hallo, van harte welkom. Het is helemaal super dat jullie er allemaal zijn. Ik vond het eigenlijk ook helemaal geweldig hier. En als eerste wil ik eigenlijk nog eerst wel een applausje. Voor die moment dan nog Robert Smit met zijn nieuwe band. Want ik ben zeer vereerd dat hier zijn. Robert Smit. Die kwam een keer naar mij toe en zei, chef, we komen een keer bij jou spelen, met Robert Smit. Ik helemaal verbaasd, helemaal trots, helemaal geweldig. Nou, Robert is hier geweest met alle bands, ze hebben een super avond neergezet. Het was helemaal super. Robert is er een paar keer neer geweest, toen was jam sessies deed en dergelijke. Hij kwam ook een keer langs. En op een dag hoorde ik dat ze een cd'tje gingen maken. Nou, dat vind ik helemaal geweldig, ben ik helemaal trots op. En ja, we hebben de eer in Zuiden. Om de second release te hebben. En ja, daar ben ik wel heel erg trots op dat we hier mogen hebben. Maar dat wil ik zo niet voorbij laten gaan. Dus ik heb een klein cadeautje voor Robert met zijn band. We hebben zelf iets gedaan. En ik wil eigenlijk even symbolisch wil ik Robert zijn eigen cd aanbieden met zijn eigen spulletjes. Ik heb begrepen dat onze Jane nog iets wil zeggen. Dus dames en heren, genieten van een heerlijke avond. En dan komt onze Jane. Chef, blijf je even staan. Zo jammer dit. Ik heb jullie verteld hoe die cd tot stand is gekomen. Door een stel vrienden in Rotterdam die zeggen, nou, dat bandje, dat is ons wel iets waard. Hey, en dan kijk ik om me heen en dan zitten er mensen op onze veranda, die hebben we nog nooit gezien. Maar ik zeg, lust jij een kopje soep? Wil je een borreltje? En die zeggen ja, en dan heb je een bluesfamilie. En die bluesfamilie, die is hier vanavond wederom bijeen. Yeah. Absoluut. Hij zegt er altijd, hij zegt niet wij, we keep the blues alive. De Robert Smits bluesband, en zeker Robert Smits met zijn band zegt, we together. Keep the blues alive. It's not just us. We together keep the blues alive. That's what he says. En dan zijn we vanavond hier in Oorschot. Met mensen waarvan ik ze nooit had verwacht om te zien. Die er wel zijn. En dan denk ik, het is een eenheid. Het is een familie. En dat is zoals het hier hoort te zijn. Rotterdam. Gaf de aftrap door Hans. Hey. Door Hans en Heroes die zegt: hallo, we hebben alle kleinkinderen. En die zeggen: hoe de fuck is de Robert Smits Blues Band? We gaan een cd opnemen. En vervolgens, vanuit Rotterdam in het verre Brabant, zegt er nog een uitbater: ja, wat doe ik ook mee? Die staat hier. En die stort gewoon een bedrag om die cd op te nemen vanuit Brabant. Dus ik ga nu officieel, dames en heren, de cd uitreiken aan Gewoon en Lekker, dames en heren, aan Chef van Zandvoort namens de Robert Smits Blues Band. Voor slechts 10 euro. Slechts 10 euro. Loop rond, jullie zien dadelijk allemaal dames rondlopen. Jammer zwaaien, cd 10 euro.
En het enige waar die jongens goed te zijn is niet een stukje PR, is geen lulverhaal, is gewoon uit het hart muziek maken. Dat is wat ze doen. We zijn blij dat jullie hier zijn. Dames en heren, de tweede set, kan ik jullie handjes zien? Vergeet niet dit gevoel vast te houden en die CD te kopen. Maar hier hebben wij voor de tweede set de Robert Smith Blues Band! Baby by my side.
het nog een beetje door. Choices
Dat is goed.